passie is de rode draad in mijn leven. In de driehoek van logos, pathos en ethos, logos verstand, pathos empathie en ethos integriteit, is passie de motor voor succes en ook voor plezier. Als je het hebt over logos, dan gaat het om verstand, dat is mijn passie voor resultaat. Als het gaat om pathos, dan gaat het over empathie, mijn passie voor mensen. En als het gaat om integriteit, dan is het mijn passie voor zorgvuldigheid, voor alles wat we om ons heen hebben en wat leeft. Dat is mijn passie. Bevlogenheid, mooi woord, passie, iets wat bij mij zeker van binnen zit en wat een combinatie is met buiten. Wanneer ik samenwerk, het idee heb dat we beter kunnen worden, dat we groeien, dat we er heel erg veel plezier in hebben, wanneer we anderen daarbij kunnen helpen, dan groeit bij mij de passie, het vertrouwen groeit en nou ben ik eigenlijk niet meer te stoppen, ga ik 24/7 met veel energie er tegenaan. Ik heb dat geleerd en gemerkt op het sportveld en vandaag de dag doe ik dat ook in de organisatie waarvoor ik werk en met de organisaties waarmee ik werk. Met veel bevlogenheid wordt dat dan eigenlijk mijn professie. Het is niet iets dat zomaar alleen van binnen zit, het is echt iets dat groeit en door de ontwikkeling van binnen en buiten wordt het vuurtje bij mij opgelaaid. Bevlogenheid, professie of passie, dat was de vraag die aan de orde is. En het eerste waar ik eigenlijk aan moest denken was van, ik hoop dat iedereen passie heeft in zijn professie. Het is voor mij uitermate belangrijk. Het is wat mij drijft, het is wat mij inspiratie geeft om mijn werk dagelijks te doen. Maar ik realiseer me ook dat in mijn rol, in mijn functie, in mijn organisatie, dat ik die bevlogenheid moet overdragen op anderen om daadwerkelijk het doel te bereiken wat ik voor ogen heb. Ik ben daar ook afhankelijk in van anderen. Dus ik probeer mijn bevlogenheid over te brengen op mijn medewerkers, zodat zij ook zelf hun bevlogenheid daarin kwijt kunnen. Want als we verschillende doelen nastreven, dan bereiken we niet wat we samen willen. Hun passie en mijn passie zullen samen moeten gaan. Verder ieder op de eigen plek, in de eigen rol, in de eigen positie. Maar die droom, dat verhaal delen, dat vormt voor mij de basis. En daarbij werk ik in de gezondheidszorg, in de ouderenzorg. En dan gaat het om mensen. En mijn passie ligt dan in hoe mensen zich daarin voelen. Mensen die wij verzorgen, maar ook mensen die hen verzorgen. Voelen mensen zich goed en wel thuis op die plek? Dat is voor mij de basis, voor mijn bevlogenheid, voor mijn passie. Weet u, ik kan het absoluut niet verdragen als mensen geen lid zijn van Vereniging Eigen Huis. Dus ik doe er ook alles aan om ze lid te maken. Of ik nou bij de tandarts zit of er komt een schilder bij mij thuis. Geen business als die geen lid is van Vereniging Eigen Huis. Want ik denk dat wij mensen zo kunnen helpen bij het hebben van een huis en het houden van een huis en het verkopen van een huis, dat ik het bijna onverdraaglijk vind en onuitstaanbaar als het niet zijn. En dan ben ik bijna tot iedere schandaal bereid. Bevlogenheid, dat wens ik je toe. Je bent bezig, gedreven, dat geeft energie. Je leeft en werkt met ziel en zaligheid, recht vanuit je hart. Vanuit een innerlijk verlangen om betekenis te geven aan je leven. Mijn job is mensen met hun innerlijk verlangen in contact te brengen. Want dat is een goede basis voor innerlijk leiderschap. Het soort leiderschap waar het NCD zo voor pleit. En waar ik vanuit mijn bevlogenheid, heilig in geloof.